Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Miitopia video. Ik vind het super dope dat jullie zo hard gaan op deze serie. Echt heel grappig dat jullie dit ook gewoon vet vinden. Ik had van tevoren niet verwacht dat ik het zo vet zou vinden. Dus als je het tof vindt, jongens, blijf die duimpjes omhoog gooien en vergeet niet te abonneren. En dan gaan wij op zoek naar Ganondorf. Want die zijn wij aan het zoeken op dit moment. Dat is toch wel een beetje gek, hè? In een team met Zelda en met Epona dat wij echt actief op zoek gaan naar Ganondorf. Dat is weird, hè? Dat klopt niet. Hoi, Zelda! Oh, je valt op je snuffertje. Wie helpt een handje? Nou, Rikachu en Zelda vinden elkaar leuk. Toad is altijd jaloers, dus weet je wat? Red mag even helpen. Ik lees trouwens in de comments dat je ook zijn pet af kan zetten bij Red. Dat hij nog iets meer lijkt op Red. Dus dan zie je alleen die Pokémon pet daaronder. Ik zal eens even uitzoeken hoe dat moet. Is dat hier bij uitrusting? Uiterlijk. Hoofddeksel. Niets. Ja, kijk. Aha. Zo werkt dat dus. Oké, we gaan door. We gaan door. Wat hebben we hier? Oh, wow. Bliksemwolkies. Jongens, dit zijn Pikachu-wolken. Pak ze aan, Red. Pak ze aan. Lekker. Jij ook, Toad. Bim. Samen met Zelda. Heerlijk gedaan. Ja, dit gaat weer lekker, jongens. Hoppakee. Ja, we zijn echt goed bezig. En door. Door naar Ganondorf. Jeetje, de bergbeklimmer gaat je nu in de koude kleren zitten. Mijn benen willen bijna niet meer. Tjonge, en dat noemt zich een heldin. Ik zou deze klim zo nog eens kunnen doen. Zelda, gaat het nog? Je mag wel even bij mij op de rug, hoor, als je wilt. Zien jullie dat voor je? Zelda bij Toad op zijn rug. Zo grappig om allemaal random Nintendo-characters hierin te gooien. Dan krijg je echt de meest vage verhalen, joh. Zo'n game zou Nintendo uit moeten brengen, jongens. Zouden jullie dat vet vinden? Laat het weten in de reacties. Een Nintendo game met alle Nintendo characters in één die dan op avontuur gaan of zo. Lijkt me super grappig. Lekker gedaan, Toadje. Lekker Zelda. Vrede en liefde. Oh, de ruzie is voorbij. Had ik weer ruzie dan? Was ik dan nou alweer ruzie aan het maken met mensen? Lekker Toad. Oké. Nou moeten we alleen deze opgerolde Sandshrew nog even nakken. Kom op, jongens. Pakken met z'n allen. Maak hem kapot. Lekker. Hey, en we gaan gewoon allemaal in één keer naar leveltje 8. Gewoon allemaal. Zelda ook. Hoppakee. Red. Nice. En ook Toadje. Die heeft iets nieuws geleerd. Een pittig gerecht. Laat een vriend iets pittigs eten, zodat deze tegen de vijand kan vuurspuwen. Toad maakt gewoon Charizard van ons, joh. Kissy! En wat zit hierin? 200 monies. Ik heb best wel veel monies alweer, dus dat is wel lekker. Dan kunnen we nieuwe outfitjes, nieuwe wapentjes gaan kopen en zo. Hey, en we zijn ook bij de herberg, dus dat komt prima uit. What up, kale Toad? Ik wil naar de kamer van Zelda gaan. Oké, dan kan Rick naar Zelda en dan kan Toad naar Paar. En dan, ja, dan wordt het allemaal hartstikke gezellig. Toad en Paard zijn even aan het chillen. Ben je moe, Epona? Ik ook. Welterusten. Slaap lekker. Ik heb weer een cadeautje gekocht voor Zelda, jongens. Alweer. Hoeveel cadeautjes wil je kopen voor iemand, joh? Een kristallen bol. Dat is leuk, zegt Zelda. Nou, lekker droge reactie. Dat is leuk. Eens even kijken. Ik ga even nieuwe wapentjes kopen. Zoals dit wapentje voor Red. Een keramische dolk. Helemaal top. Helemaal mooi. Kijk, ik kan nieuwe kleding kopen. De monsteruitrusting. Deze is te grappig. Ja, deze is echt te leuk. Kan ik nog een kleurtje kiezen? Zeker. Uiteraard ga ik voor dat gele monster, jongens. Raaah! Lijkt me een beetje op een Scraggy of zo. Nou, en Zelda krijgt een mooie regenboogmicrofoon. Veel plezier ermee. En we gaan verder. Waar gaan we nu naartoe? Ja, we kunnen hier naar boven, maar dan gaan we naar het Forsgebergte. Dat is echt totaal ergens anders. Ik denk dat we daar later naartoe moeten. We moeten nu toch echt deze kant op. We zijn bijna bij het uitroeptekentje. We gaan bijna Ganondorf vinden. Kijk me gaan in mijn Scraggy pak, jongens. Waar is Ganondorf nou? Kunnen we teruggaan? De lucht is hier zo el. Tuurlijk, laten we het maar opgeven en de prins aan zijn lot overlaten. Red zegt, wat? Ik kan het misschien nog wel iets langer volhouden. Misschien hadden we daar beter aan gedaan, hoor. Om gewoon Ganondorf niet te gaan redden of zo. Om niet op te halen. Ik bedoel, waarom zouden we Ganondorf willen halen? Potverdorie! Is die hier? Nee, het zijn weer... gifmotjes. Ik denk niet dat die heel veel moeite gaan kosten, jongens. Kijk, dat is gifmotje nummer 1. Let's go, gifmotje nummer 2. En klaar. Ganondorf! Zet je in deze kist. Nee, er zitten game tickets in. Ik heb nooit zin om die spelletjes te spelen. Ik ben er te lui voor. Oh nee, weer twee opgerolde Sandshrews. Eens even kijken of we hem met een sprongslag kunnen slopen. Nee, jongen. Die dingen zijn best wel sterk, hoor. Kijk, ze slaan me gewoon ook alle drie tegelijk. Maar waarom is Toad zo sterk?
Toad is gewoon sterker dan ik. Toad is gewoon sterker dan Raichu. Dit voelt niet oké, man. Toad doet gewoon meer damage. Het voelt net alsof ik eigenlijk de minst goede character ben in dit team. Beste Raichu. Oh, hemels. Jeetje, dit is de kers op de taart. Het neusje van de zalm. Woorden schieten tekort. Van Wario. Krijg ik eten? Oh, uitjesbonnen. Ik dacht dat ik eten zou krijgen van Wario. Kijk, en hier moeten we zijn voor Ganondorf, jongens. Nu gaat het gebeuren. Daar is de prins. En volgens mij is hij een beetje ongeduldig. Kijk, hij staat een beetje zo zenuwachtig te doen. Hij zegt ook, mij hier zomaar laten wachten. Hé, dat is mijn stem. Oh ja. Ik doe jou gewoon na, Piet. Oké. Hij is echt aan het koken van woede. Prins uit nabijland. Ganondorf. Waarom doe je zo tegen ons? Wees blij dat we überhaupt je zijn komen halen, man. Hij zegt, breng me onmiddellijk naar de prinses. Nu meteen. Waarom ik hier in mijn eentje stond te wachten? Nou, ik zag een monster en ik ging erachteraan. Ik had de engert bijna te pakken. Maar mijn nutteloze dienaren konden het niet aan. Bah. Ik kon alleen nog maar vluchten. Leek! We moeten battelen tegen een griffioen. Wow, dit is wel een super dope enemy. Hopelijk niet te sterk voor ons. Lekker, lekker. Pak hem. Met je gebraden pan. Hops. Nice. Ja, we gaan hard, jongens. We gaan hard. En onze relatie verbetert ook weer even gewoon zo. Midden in de battle. We zijn gewoon nu al level 12 samen. We vinden elkaar super leuk. Kijk ons dansen samen. De griffioen helpt krokodillentranen. En Zelda begint ook te janken. En, oh, hij gaat Red wel even hard nakken, joh. Red, hier, heb je HP-spul. Sprongslag! Zelda helpt ook mee! Op zijn bakkes! Lekker! Oh, nu grijpt hij toch echt in met een arrogante blik. Wat? Wat wil jij doen, Ganondorf? Wat is er met jou, jongen? Hoe bedoel je, ik grijp in? Ik grijp jou in. Dus even kijken wat Toad gaat doen. Kijk, Toad gaat even, volgens mij, Red helpen. Ja, dan is zijn HP weer vol. Dat is top, want dan kan ik nu HP-strooisel gaan uitdelen aan ons. Zo, dat we nog een aanval kunnen overleven allebei. Let's go, guys, let's go. Ik ga een paardaanval doen. Pak hem. Bam. Wow. Ik geef Zelda een klap. Maar nu helpt ze niet meer. Dus dat is een soort van een wake-up bitch slap of zo. Intens. Ah, en dan kunnen we nu nog een aanval te paard doen. Lekker, man. Lekker bezig, jongens. Lekker. Bam. Hoe durf je mij uit te dagen, zegt Ganondorf. Gaat hij nog wat doen of zo? Of gaat hij alleen lopen zeuren hier, deze man? Tjonge, jonge, joh. Hij zit een beetje te ouwe hoeren, maar ik heb hem nog geen één keer aan zien vallen. Oh. Hier, kijk, vuur spuwen. Ik word een Charizard. Dit was heel vet. En Zelda doet even een liefdesliedje. Die zegt, ik hou van jullie allemaal. Wij worden allemaal verliefd. En wat gebeurt er dan nu? We krijgen allemaal klappen. Ik weet niet zo goed wat het nut van die aanval was. Wat deed Zelda nou eigenlijk? Toad en ik worden ook besties. Kijk als ze gaan, jongen. Nou ja, we vinden elkaar oké. We hebben in ieder geval geen ruzie meer. Ja, de griffioen is bijna down. Bij ons zijn er ook een paar bijna down. Maar ik denk dat de griffioen toch echt eerder down gaat. Sprongslag met de hulp van Zelda. En ja hoor, lekker. De griffioen is gone. Dat was een makkie, zegt Rick. Nou, ik vond het geen makkie, hoor. Dit was een flink battletje. Deze was zeker niet makkelijk. Ganondorf? Het was een zware strijd, maar mijn zwaardkunsten gaven de doorslag. Jouw gezeik gaf de doorslag. Ah, ik kan het slot zien. Princess Peach. Ja, Princess Peach gaat met Ganondorf trouwen, volgens mij. Maar niet als het aan mij ligt, jongen. Niet als het aan mij ligt. Niet als ik daar een stokje voor kan steken. Jongens, ik geloof dat Princess Peach dit niet wil. Joey en K, kunnen jullie even meehelpen? Snorlax, Peach wil dit helemaal niet. En koning Snorlax die vraagt zich wel af, waar is Prins Ganondorf? Ja, die is vooruitgerend. Ik weet niet waar die naartoe is, maar als die niet hier is, ja, dan is die niet hier. Raichu 2021. Als die niet hier is, dan is die niet hier. Nou, ga jij wel lekker verder met eten, Snorlax? Letten jullie goed op, Sprocket en Lucky? Dat hij niet te veel eet. Wat hij waarschijnlijk wel doet. Hey! Lagie! Luigi is gewoon stiekem het kasteel binnengeslopen. Naar de kamer van Princess Peach. En Princess Peach vindt het wel lachen. Ja, die vindt het wel leuk. Oh jee. Iemand roept Princess Peach. Is dat Ganondorf? Dat is Ganondorf. Oh nee. Ik ben het, je geliefde Prins Ganondorf. Ja. Jij! Jij mispunt. Oh. Niet slaan, jongen. Niet slaan, G. Wat doe je bij Princess Peach? Luigi vraagt, waarom is dat zo'n probleem voor jou? Waarom? Omdat ik verloofd ben met de prinses. Ze is verloofd met een niets net als jij. Dat kan ik niet toestaan. En wat denk je dan daaraan te kunnen doen? Oh jee, Luigi. Oh, ster contest. Oh nee, epic ster contest. En Peach die vraagt, alsjeblieft, stop.
Stop, allebei! Wat is hier in hemelsnaam aan de hand, zegt Snorlax. Iedereen is boos. Jongens, iedereen is boos. En Peach is in paniek. Peach is helemaal in paniek. Ik ga even met de koning praten. Misschien dat de bolle koning Snorlax wel een oplossing heeft. Bolle koning Snorlax, die zegt alleen maar dat er een steekje los zit bij die drie. Misschien worden ze wat rustiger van kalmerend fruit. Mag ik je vragen om er een voor ons te vinden? We moeten op zoek naar kalmerend fruit. Where are the fruitsies? Oh, wow. We gaan gewoon even paardrijden op Epona, jongen. Mop. Dat zag er wel lachen uit. Zelda die zegt, wat een gevecht was dat. Waarop ik zeg, Luigi heeft wel echt alles gegeven, hè? Oh nee, sorry, dat is Red. Dat ben ik niet. Maar Prins Ganondorf is heel apart. Het is een rare snuiter, jongen. Het is een rare snuiter. Go. We zijn er bijna. Maar eerst een battle met Marshmeeval. Heb jij een fruitje voor mij? Wat? Hij heeft me opgegeten. Kom op. Geef mij terug. Haal mij eruit. Come on, guys. Pak die plant aan. Lekker. Ik ben er weer. Werden we gewoon even opgevroten, man. Hey Piet, was dat je zus of zo? Ik heb geen zus. Nou, ik weet niet hoor. Maar die leek er wel een beetje op. Daar gaan we, jongens. We gaan het fruit pakken. Op naar Fruitland. Lekker bezig, Toad op de paardje. Oké, dit is easy. Vrolijke zwammetjes zijn volgens mij niet zo heel moeilijk. Dus even kijken wat Red doet. Kijk, die sloopt er sowieso al eentje zelf. Dan gaat Toad de volgende nakken. Lekker. En hoppakee. Die is ook kapot. Nou, Zelda nog even deze laatste slopen. En klaar. Nou, die zwammetjes, dat is niet echt het probleem meer. Naar boven, naar beneden. Laten we naar boven gaan. Dus even kijken of we hier boven het fruit gaan vinden. Wat voor fruit zal het zijn? Kalmerend fruit. Volgens mij word je oprecht rustig van bananen. Dat geven ze ook altijd als advies als je examen moet doen ergens voor om een banaan van tevoren te eten. Omdat je daar blijkbaar rustig van wordt. Dus het zal me niks verbazen als het een banaantje is. Oké, we hebben nog twee enemies over. Wat doet Zelda nou de hele tijd met deze aanval? Het is niet eens een aanval. Ik weet niet eens wat ze daarmee doet, joh. Bam. En nu nog even die plant. Samen. Hoppa. Goed bezig, jongens. Ik ben wel blij dat de gevechten gewoon redelijk soepeltjes gaan. Zou het zijn als ze de hele tijd vast zouden zitten bij een gevecht. Dat zou ook niet leuk zijn, hè? Red die zegt tegen Zelda. Ik zat net te denken. Als iedereen nou kalmerend fruit zou eten. Zou de wereld dan vrij zijn van alle zorgen en angst? Dat is een hele goede vraag, Red. Ik bedoel, als we dat kalmerend fruit nou eens zouden vinden. Dan zouden we er meer van moeten verbouwen. Zodat iedereen ervan kan eten. Iedereen is dan heel kalm. Zodat wij de macht over de wereld kunnen overnemen. Dat is het verkeerde uitgang. Punt, Red. Maar ik vind het wel een goeie. Als iedereen nou elke dag een paar bananen zou eten, zou de wereld al rustiger zijn. Volgens mij zijn we bij het fruit aangekomen, jongens. We zien een bosje. Zou het fruit hier in het bosje liggen? Kijk eens aan. Ja. Het fruit ligt in het bosje verstopt. Wat is het? Een blauwe kers. Hey, en ondertussen hebben we 150 mensen gered, waardoor we meer HP-strooisel krijgen. Super nice. Nou, dan geven we Toad nog even een lekker nieuw koekpannetje. Prachtig pannetje wel. Ja, dan kan je flink fruitje in bakken, jongens. En laat ik mezelf ook even trakteren op een nieuw zwaard. Oh nee, ik heb een banaan gekocht. Waarom heb ik een banaan gekocht? Waarom koop ik niet gewoon dat zwaard? Oké, jongens, laten we de blauwe kers naar het kasteel gaan brengen in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je dit een leuke serie vindt. Vergeet niet te abonneren voor Nintendo-video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan ook even op twitch.tv/rickatju. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!